Goedendag beste kijkers en welkom bij de derde vlog. Vandaag gaan we weer op pad met de spelen en ik ben hier met niemand anders dan Retro Willems. Retro, vertel me, wat gaan we doen vandaag? We zitten op de snelweg, waar gaan we heen? We gaan naar Amsterdam. We gaan naar Amsterdam, een Eindhovenaar en een Rotterdammer gaan samen naar Amsterdam. Jullie horen het goed. Wat gaan we doen? De eerste gewoon veilig daar aankomen en veilig weer naar huis. Oké. Kan ik daar vertrouwen bij jou? Met mij wel, maar ik weet niet hoe Amsterdam moet allemaal daar gaan. Maar nee, maar we gaan gewoon naar Amsterdam naar een FIFA event. Ja. En dan gaan we een potje spelen, even een leuke dagje van maken. Ja, en je speelt zelf veel FIFA, zeg je? Ja. Clubs, doe je het Ultimate Team? Nee, dat niet, man. Nee? Dat is niet echt heb je niet, ding, heb je niet, maar al was ik profvoetballer, want je zit natuurlijk zelf in het spel. Ik zou gelijk een team maken. Zieken met, weet ik veel, Ronaldo, Messi en, nee, en jezelf erin. Nee, ik speel wel carrière met mezelf gewoon. Echt met jezelf? Ja. En dan, waar zit je in welke club nu? Ik zit nu bij Man U. Is Man U ook je droomclubje wel? Ja, het is wel een grote club, het is niet echt een droomclub. Wat is je droomclub? Real Madrid. Real Madrid, als je bent zo'n Ronaldo. Ja, jawel. Ik ben elke trainer, maar heb je hem elke training tegen? Linksback, hij is. Nee, hij is linksbuiten. Ja, word je wel beter van, ja. Ja, dat wel. Dat is of ik speel met hem. Ja, dat is nog beter. Ja. Maar dus, je jeugd, je bent opgegroeid in Rotterdam. Maar je hebt natuurlijk heel veel vrienden in Rotterdam, neem ik aan nog steeds. Ja, want je bent opgegroeid. Ja. Dus die zullen allemaal voor Feyenoord staan? Ja, de meeste zijn wel voor Feyenoord. Ja. En is dat dan, je bent nu natuurlijk twee keer kampioen geworden met PSV Praai. Is dat dan een beetje. Hoe gaat dat dan? Want je wordt kampioen. Feliciteren ze dan? Of zitten ze dan een beetje te kloten van, hey jongens. Feliciteren we, ja, ze zijn zelf bij die feestjes geweest. Kunnen ze dan wel juichen voor PSV? Ja, dan wel. Vraag me één ding af, want je zal net vertellen, kijkt voetbal wel eens, Eredivisie wel eens, een spannend potje of zo. Maar ik neem aan, jullie hebben gewoon met het team een of andere, je hebt vast wel een groepsapp of WhatsApp of zo. Ja, of niet? Ja, ja. Hoe gaat dat dan als de concurrent punten speelt? Krijg je dan een appje van iemand van, hey man, check dit, verloren of leeft dat? Ja, wel. Checken jullie het wel? Ik hoorde het seizoen ook met Ajax toen. Ja? De laatste paar momenten, dan keken we samen natuurlijk die wedstrijden. Ja? Dat was wel lachen, ja. Ja, tuurlijk. En buitenland, als je kijkt, kijk je dan echt gewoon voor je plezier? Of kijk je echt om iets van te leren? Klinkt raar, maar kijk je dan, stel je kijkt naar Real Madrid, let je dan extra op Marcelo van hoe hij dingen doet? Of werkt dat niet zo? Ja, niet. Je kijkt wel van wat doet hij, maar het is niet echt dat je. Ik kijk ook gewoon op plezier van Real Madrid, Barca's, zo. Dat wel. Je vertelde me, eigenlijk iedereen uit het team speelt FIFA. Echt allemaal. Ik dacht al, Luc de Jong, ik wist niet, maar misschien niet, maar vertelde hij ook. Behalve Jorrit Hendrik, is dat de enige? Ik weet niet of hij de enige is, maar Jorrit weet ik wel dat geen FIFA speelt. Nee, dat is niet eens op PlayStation. Ja. Hoe kan dit? Hoe kan dat nog? Daar gaan we nog een keer wat aan doen. Ik ga gewoon een keer met Jorrit. Ik zeg, we moeten leren, man. Ik heb het gehoord van jou nou. Ja. Jullie vinden het, hij moet het gewoon leren. Oké, we zijn nog net aanbeland in Amsterdam, daar bij de plek waar FIFA gaat spelen. Daar gaat zo'n potje tegen elkaar, man. Weet je welk team erop? Ik weet niet, mogen we kiezen welk team? Ja, wel. Blijf je gewoon op PSV? Ja, je blijft gewoon op PSV. Maar dan wordt het voor mij moeilijk, wat moet ik doen? Eindhoven, nee. Eindhoven zit er niet in. Super, nee. Ik kan wel zeggen Sparta, omdat jij daar bent begonnen en jouw jeugd daar leeft. Dat echt niet. Ja, dat ben ik bang. Ik ben echt bang dat ik dan onderuit ga. Dat wil ik ook niet. Wat is een beetje gelijkwaardig club met PSV? Ja, Real Barca. Ja, maar dat is niet eerlijk. Dat kan je dat zeggen. Dat is vergelijken, toch? Ja, oh, dat is wel vergelijken. Maar als ik dan hun kijk, zeg ik, ze spelen met Barca. Nee. Ik ga wel iets kiezen. Kies wel eens random. Het eerste, nee, niet wegduiken. Het eerste wat hij zegt is, je gaat er niet veel meer mee spelen. Hoezo? Je bent net op het veld beter dan op de PlayStation. Ja, dat zeker. Het is onzeker. Het is onzeker. Ooit. Welke positie zijn er normaal? Linksback. Dus Jeter is eigenlijk jouw voorganger. Oké, dus als Jeter onderuit gaat, ben je wees blij. Je staat wel voor mij, net zeg je dat je niet voor mij staat, man. Ja, klopt. Tel, welk team moet ik pakken? Je moet. Wie is Jetro? Jetro is PSV. Ik vind dat je wel Anderlecht of zo kan pakken. Of een topclub uit België is van. In die clash tussen Nederland. Ben je een beetje zenuwachtig?
Nee, helemaal niet. Gewoon, ik ga sowieso winnen, dus maakt niet uit. En met wie ga jij spelen? Ja, ik heb naar de jongens van de jeugd hier geluisterd. Of ja, jeugd, van jong PSV. En die hebben me verteld dat ik met Anderlecht moet. Maar mocht ik verliezen, dan is het allemaal de schuld van hun. Nou, je staat erin, 79. Ben je daar tevreden mee? Nee, mag wel hoger hoor. Hoeveel uur speel je normaal gesproken FIFA, Jetro? Niet veel. Ik denk 4 uurtjes per dag. Ja. Nou, ik moet zeggen, Jetro is wel maar de eerste die ik hier deze week zie die met zijn eigen teampje speelt. Want iedereen inderdaad, is alleen maar Real Barça wat we zien, Manchester United, Chelsea. We gaan even schakelen naar het grote scherm om even live mee te kijken bij de wedstrijd. PSV Anderlecht. Jetro tegen Rob, de vlogger van PSV. We gaan. Het speelt gewoon lekker. Dit, ja, alleen maar solo naar de goal. Net als in de wedstrijd, toch? Daarom. Heel flinke overtredingen gemaakt, valt mij. Nee. Ja. Nee. Oei. Er ging één op... Nee. Oh. Blokken, haal weg. Hij gaat erbij staan zelfs. Nou, die shit is aan, jongens. Hou nou op. Nee, wat maakt hij die tackle? Nee. Wat wacht je lang? We wachten lang. Hou weg. Wat een goede... Inkomen, toch? Ja, dat is een inkooppotje, dat is goed. Ik wil wel even vertellen, het eerste potje was een inkooppotje, maar dat was wel 1-0. Ik ga nu met Sparta. Oké. Okay. Jij PSV? Of ik ga wel met Sparta. Ga jij met Sparta? Ja, maar wie moet dit dan? Met PSV. Ga je met PSV? Ja. Oké. Okay. Je jeugd weer naar de lopen. Je hebt je debuut gemaakt, maar jij was de jongste debutant ooit bij Sparta Rotterdam. Ja. Of jij bent in de Eredivisie dan? Nee, ik was toen Van Sparta. Oh, toen nog Super League. En daarna debuteerde je op je 17e op de EK. Nee, 18e op de EK, 17e van Nederland zelf. Ja, klopt. Maar dat is die record staat nog steeds. Volgens mij, bij Sparta wel. Volg je oude clubje een beetje? Ja, zeker. Mijn neefje speelt daar nog, dus... Wie is je neefje? Sheriff Floranus. Hey, Jetro, kan je eigenlijk een beetje rustig door Amsterdam lopen, of? Jawel. En niet allemaal mensen tegen je te roepen? Nee, helemaal niet. Wat willen ze roepen dan? Ja, ik heb geen idee. Twee keer kampioen ben geworden. Ja, bijvoorbeeld. Ik had eigenlijk wel meer verwacht van Jetro in de spits. Het begon als linksbuiten, toch? Nee, helemaal niet. Nee? Oh, dat heb ik ook ergens gehoord. Dat is wat ze altijd zeggen. Ook. Maar bij jou niet? Nee, bij mij helemaal niet. Ik was in centrale verdediger nog. Penas. Welke 5 aan het worden? Ik zie Guardado, De Jong. De Jong, Nog een keer, nee, de andere jongen is eruit natuurlijk. Wat is dit nou? Ja. Het is even wennen. De Jong. Wat is dit? Het is Guardado. Hoe weet je dit? Hoe dan? Komt ie? Nee joh! Hou op man! Je trapt ze wat harder normaal gesproken. Ah joh, Jeroen, waar ga je heen joh? Als je hem nou mist, dan mag ik niet meer met je meenemen. Dus ik hoop dat je maakt, dan kan ik de winnende met je nemen. Oei. Ja, het is afgelopen. Ik had je als 5e staan. Maar ik heb wel, ja. Ja, maar noem je dit winnen? Nee, ik vind het ook altijd van, ja, is dit winnen, is een geluksspelletje joh. Klopt. Dat net zo goed andersom kunnen gaan. Ik heb je even gebruikt, ik heb je zelfs even in de spits gezet. Het werd 0-0 uiteindelijk, maar penalties... Ja. Ik vind het ook. Het telt niet. Eigenlijk moeten we nog een revanche potje doen. Opnieuw? Ja, wil je? Ja. Kan het? Ah, dan gaan we dat doen. Nog 1 keer opnieuw, hè? Ja, dat is cool. TC, nee! 2-0. Oh, ai. Nee, dit gaan we niet doen. Ja! Dit gaan we niet doen. Ja. 3-0, hè, gast. Het is gewoon een jantje dit. Godverdomme. Ik denk drie blunders van jou, man. No. Ja, is dat niet goed? Je denkt niet goed. No. Het doet me pijn. Uiteindelijk heb ik een keer gewonnen, ben jij een keer gewonnen en één keer gelijk. Klopt. Zo, hou het op gelijk, we zijn eerlijk verdeeld. Nee. Jawel, ik had gewonnen met pijl. Eigenlijk heb ik 2 keer gewonnen en 1 keer. Nee. Ja, wel die pijl. Ja. We moeten regelen gewoon. We hebben hier ook nog freestylster. Zijn voor even. Ik ben Laura. Laura, 15 jaar. 15 jaar. Freestyler. Ik ben heel benieuwd of jij even met Jetro even wat kan laten zien. Kun jij een beetje freestyler? Ja, ik ben natuurlijk een ander soort type spelers dan normale spelers. Ik kan wel wat. Maar dat is wat anders op veld en op straat. En op het veld zie ik je ook wel schokken met een bal. Ja, daarom. Kijk nou joh. Oi. Nou jij, Jetro.
Ja, die knippen we eruit. Zo. Ik wil je niet onder druk zetten. Nee, niet doen. Kom op. Je bent topscorer van de Jupiler League, dan moet je nou niet zo doen. Kun je ook trucjes. Oh. Ja, je schiet wel met scherp. Kijk hem staan, Mark. Laat het zien. Het is een serieus, je vertelt het net. Luc is even door de kleedkamer gegaan. Ja, om een lijstje te maken. Wie er allemaal FIFA 17 wil, en nou neem jij ze mee voor ja, ik neem ze wel mee. Dus ik denk aan mijn team en Luc ook aan het team door een lijstje captain, te maken. Echte captain. Ja. Kijk eens staan. Als iedereen gewoon vandaag FIFA gaat spelen, dan is het helemaal top. Dus ik heb er genoeg. Voor iedereen, voor heel PSV. Dus, alle boys. We gaan er tegenaan. We zijn weer terug bij het stadion, terug in Eindhoven. En ik wil jou ontzettend bedanken voor vandaag. Ik vond het een toffe dag. Ja, zeker. We hebben FIFA gespeeld. Je hebt voor het hele team cadeautjes meegenomen. Ja, dus ze zullen blij met je zijn. Dus zelfs de zoontjes van Goku heb je blij kunnen ja. maken. Succes nog. We moeten nog kampioen worden overwinteren in de Champions League. Ja. En naar Nederland het WK. Ja, lukt dat allemaal? We hebben zoveel te doen. We zijn nooit klaar. We gaan het allemaal doen. We gaan het allemaal fixen. Oké, thanks. Jullie in ieder geval super bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het vet vond. Abonneren om op de hoogte te blijven van PSV Vlogs. En tot de volgende keer. Doei. Doei.